We mogen de koningsspelen openen! Yay! Yeah! Het is vandaag zaterdag en we mogen weer sporten. We zijn gaan lekker sporten. Hé Mees, heerlijk voetballen. En wat mag je vandaag doen? Keeper met je handen. Handen ook goed gebruiken, duiken. Wou je ook doen? Als de bal staat, dan kun je toch niet zo ver spelen? Nee, daarom. Maar goed doen, hè? Waar gaan we naar heen? We kunnen wel iets verzinnen wat we samen kunnen doen. Mama die gaat heel even schoonmaken in de middag. Dat heeft ze de hele week niet gedaan. Dat moet ook gebeuren, anders, want ik heb geen tijd voor. Of ik kan het niet. Kan niet. Dus ja, ik ga even een leuke ding verzinnen. Doei doei. Ik weet het helemaal. Wie vier? Ja, je moest ook. Kijk, ik ga me goed oefenen. Goed staan. Goed kijken naar de bal. Oh. Goed duiken, hè, jongen. Even tosti's maken na het voetballen. Even kijken. Kaas en alles. Beetje snuffie. Kom. Natuurlijk ook goed in dingen slopen. En zo gaan we dit dingetje ook slopen. Zo'n plantentrainer, die hebben we al heel lang gebruikt, maar dat doen we nou niet meer. Gaan we even kapot maken. Kijk, en dat doe je zo. En zo doe je dat. Nou, dit was even snel. Kom. Heb je zin in? Okay, lekker voetbal, hè? Vertel me dat je gekiept hebt en dat je ballen hebt tegengehouden. Nee.
Doei. Dat zou ook leuk zo. Die bank. Deze. Ja. Niet de kleur, hè? De kleur niet. Bank. Chill. Ja, yeah, een beetje. Jij wilt die? Ik zie het. Hoe zit die? Ja? Zo, je bent alweer terug. Ja. Jij hebt dit gekregen? Heb jij die gekregen? Ja. En die ook? Mag ik deze ring houden van de trap? Van de trap. Hoe is je schoenen maakt? Mag dat? Wat heb je gedaan? Gevoetbald en gebouwd. Ik heb hier een heersbeestje. Oh, la. Heeft iemand een heersbeestje? Een heersbeestje. Bloemen. Wie? Die, oh, ja. Het is vandaag woensdag. Nee, we zijn de hele dag bezig, zo druk dat ik niet eens tijd heb om te komen. Meestal ga je mee naar binnen. Gaan we even zwemmen. Kijkles, hè. Kom. Trampoline schoonmaken. Normaal is ook al gedaan. Goedemiddag, het is vandaag maandag en het is al 5 uur. Ik ben helemaal niet vlak, het is zo druk met zich. Met van alles. Ik ga nu de kinderen ophalen. Dan gaat Mason. Mason die gaat zo naar voetbal. Dan gaan we even snel eten. Ik heb al weinig geslapen. Ik begin echt ziek te worden, denk ik. Je ziet het ook. Meest opletten. Beetje snel, kom. Even plasje doen, hè?
Nee, hè? Mooi, het is vandaag. Welke vandaag, Jaden? Dinsdag. Wat ga je vandaag doen? Naar school. Naar school. Iedere dag, hè? Iedere dinsdag. Maandag, dinsdag, woensdag, nog een vrijdag. Mama die is gewoon werken, hè? Die moet iedere dag. Weet je hoe laat mama nu opzet? 6 uur. Jesslyn, we zien jullie niet. Dertig. Nou, ik heb vandaag gewoon eigenlijk die medicijnen hebben niet geholpen van de dokter. Maar Jaden, ik moet vandaag op school blijven. Ik heb straf. Ik moet namelijk jouw rekenwerk moet ik uitleggen van krijgen. Ik heb het niet goed gedaan. Ik heb het niet goed uitgelegd. Dus ik moet dadelijk gewoon even blijven om te... Dat is niet eens een grapje, hè? Ja, ik krijg gewoon uitleg. Niet dat ik het niet goed heb gedaan. Dat is wel handig, want ze geven straks uitleg hoe het rekenen nu precies gaat. We gaan naar school. Heb je zin in? Ja. Ja? Woehoe! Zo, luister dan. Ik ga dus... het rekenwerk trouwens. Voordat ik hak op tak ga. Goeiedag weer. Net rekenles gehad van de meester van Haller, Jaden. Uit Hans. Dus dat ging op zich wel prima. Ik merk wel toch dat Jaden een paar stapjes overslaat. Bij hele grote sommen is dat heel lastig. Bij wat makkelijke dan is het wat minder. Maar bij die grotere slaat hij dus stappen over, waardoor hij eigenlijk heel lang bezig is. Dus ik ben een beetje die basis bij hem weer aan het inbrengen. En grappig dan dat je dingen ziet van, oké, dat wist ik niet. Of ik doe het eigenlijk anders. Ik ga nu boodschappen doen. Eén ding wat Serena en ik eigenlijk altijd doen, ik doe eigenlijk vertaan, hè, is Serena maakt het lijstje en ik maak het lijstje opnieuw. En dan denk je, waarom zou je het opnieuw maken? Ja, Serena die kijkt gewoon altijd in huis van, ik ga dit af, ik ga dat. Oh, dat missen we. En om mij zeg maar tijd te besparen, ik maak dan opnieuw het lijstje in de volgorde hoe de winkel in elkaar steekt. Dan ben ik eigenlijk heel snel, is gewoon tjoep. Is echt een super tip, dus als je tijd wil besparen, maak even het lijstje opnieuw en dan loopt die route af in je hoofd. Oké, wat hebben ze daar? Tik. En dan loopt alles af. Moet je maar eens kijken hoe snel het gaat. Ja, hoe snel je eigenlijk weer buiten bent. Is veel sneller en veel handiger dan uren op die app zitten van thuis bestellen. Tenzij je allemaal boodschapjes klaar hebt en iedere week hetzelfde bestelt. Ja, bij ons is het natuurlijk niet iedere week hetzelfde. Grotendeels wel. Maar goed. Dus tip. Maak het boodschappenlijstje in volgorde van de winkel. Ja, en als je een partner hebt die gewoon alles opschrijft, prima. Ja, mijn vrouw doet dat. Ik zeg, is goed. En dan ga ik gewoon af en dan, ik hou me aan mijn lijstje voortaan. En als ik zie, maar dat hebben we niet en het staat er niet op, neem ik het mee. Maar anders kom ik allemaal met dingen thuis die niet nodig zijn. Dus super tip, hè? Zo, ik ben alweer terug. Ik heb er precies 20 minuten over gedaan. Nou, niet precies, bijna. Ik heb alleen één dingetje nog niet en dat is sojajoghurt. Voor de rest heb ik alles. Zelfs bananen, brood, bak, mix, alles. 20 minuutjes en je loopt er zo doorheen. Dan gaan we de tuin spuiten. Afgelopen weekend natuurlijk gingen we de tuin gespoten. Met de hoge druk reinigen. Maar nu moet nog even alles afgespoeld worden. We hebben er geen tijd meer voor. Al het zand en zo. Ik kan het wel wegvegen. Ja, het is toch wel dat dit moet gebeuren. Anders, anders blijft het nog hangen. Het is een productieve dag vandaag. Pannenkoek gebakken. En ik had de tuin gedaan. En ik heb boodschappen gedaan. En ik heb rekenuitleg gehad vandaag. Ik heb nog niet stilgezeten. Oh ja, en ik heb ook nog eens achter de laptop gezeten. En ik heb nog een beetje gestofzuigd. Echt veel. Ik weet dat het gewoon even een paar keer zo is. So be it. Ik ga daar wel lekker even genieten. Meester gaat straks weer met me mee. Ik hoop dat hij meegaat. Oh ja, jullie kunnen het zien. Ja, meester is niet mee. Die is bij de buren spelen. Ik denk, dat is handig. Niet eens over nagedacht, maar ja, om elke keer bij de buren te spelen op dinsdag, terwijl mijn vrouw dan werken is. Ja, dat kan ook niet altijd, dus voor een keertje vind ik niet erg. Ja, als ze dat voortaan doet, prima. Pfft. Doei. Oh, ik ben weer klaar. Veel gevlogd vandaag. Ja, het is een soort van papadag. Eigenlijk is het de, ik noem het voortaan, drukke dinsdag. Het onderdrukt me. Ik voelde me gisteren wel een beetje duizelig. Goed, ik ga nou naar huis toe en dan als het goed is Serena weer thuis en de kinderen opgehaald alles. En ze lekker aan het eten. Het is vandaag woensdag. Ik ga zo weer beginnen. En een hele planning gemaakt. Ik ben al een beetje gewend aan het feit dat Serena werkt voor een baasje. Dus ik ben een hele 7 beetje wennen allemaal.
We gaan ondertussen gewoon lekker dansen in de vroege ochtend. Het is nog geen 9:30. Maar we hebben zin in. Kinderen, dit liedje gaan we natuurlijk niet draaien, maar super leuk. Goeiedag, het is vandaag donderdag. En ja, donderdag. Wat kan ik erover zeggen? Ik ging voorbij als een speer, want het is 3 uur geweest. Ik ga nu naar een huis bezichtigen. Ik ga een huis bezichtigen. Serena en ik kunnen helaas niet samen naar het huis kijken. Nee, we gaan niet uit elkaar. Nee, dat is het absoluut niet. Maar het is, zij is nu aan het werk en die mensen konden dus niet... Ja, die wilden bezichtigingen op donderdags. Nou vind ik dit zelf wel een leuk huisje. Maar... deze voordelen, maar ook weer zijn nadelen. Dus ja, dit is wel even. Als ik het huis, als ik wel enthousiast ben, dan kunnen we wel even een andere dag misschien plannen. Dus ja, ik moet het gaan filmen. Dus ik film het voor Serena. Dus gaan we nu naar de bezichtiging eigenlijk. Ja, dit is mijn dag eigenlijk. Ik heb de hele dag gewerkt. Ik heb misschien de hoofdpijn. Hoofdpijn daardoor. Ik weet het niet. Oh, nee, zou wel niet. Het is gewoon echt mijn oor zit dicht. En dat voel ik. En dat doet gewoon pijn. Er zit heel veel druk achter. Zaterdag en zondag hebben we weer wedstrijden. En zondag ga ik weer wedstrijd doen. Het Nederlandse kampioenschap. Ja. Het is vandaag vrijdag en we mogen de Koningsspelen openen. Yay! Maar ik moet wel opschieten, want ik ben echt super te laat. Nee, te laat ben ik niet. Ik heb nog 10 minuten. Dit is voor mij te laat. Nou, doei! Het is 7:30. Het zit er weer op vandaag. Ik ben echt kapot en dan moeten we het weekend nog gaan doen. Zorg dat ik morgen genoeg rust heb en morgenochtend lekker voetballen. Met Mason echt om 8:30 alweer. En daarna door met refresh voor een wedstrijd van de Udo. Hopen dat ze het beter gaan doen dan de vorige keer. Want ze hebben de vorige keer goed gedaan. Maar het doel is natuurlijk iets hoger te eindigen dan wat ze de vorige keer gedaan hebben. Ik ga nu naar huis. Ik heb ontzettend honger. Ik ben kapot na zo'n lange dag. De hele dag maar doordansen. Nou ja, het zou je beroep maar zijn. Ja, dat is het natuurlijk ook. Ik ga jullie een fijn weekend toewensen. Bedankt voor het kijken naar Daddy with Rascals. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt. Duimpjes omhoog, likejes. Spread the word. En ja, wie weet zien we je binnenkort wel op een workshop. Want ik kom overal, door heel Nederland. Bij landswedstrijden, alles. Dus misschien zie je mij wel. En natuurlijk mag je gewoon vragen. Hey, je bent toch? Ja, tuurlijk. Nee, maar geef duimpjes omhoog. Leuk en bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Mijn god, het is al woensdagmiddag 6:00. En wij gaan nog even dansen laten zien. Oké. Oké.